wat betekent. Flauwe grapjes. Ik ben onderweg om naar Kim toe. En we gaan een trektochtje maken. We gaan dus zeg maar vanuit Middelburg naar Vlissingen. Met de boot daar. Dan komen we in Breskes en dan willen we bij het strand gaan kamperen. Weet je nog niet precies waar, dus dat gaan we nog even zien. En als het echt kut weer wordt, gaan we wel gewoon op de camping. Ik ben een schildpad achter hier in deze ruit. Ik kan even zien hoe schildpad ik ben. Het is echt een warme dag en ik ben 3 meter onderweg en ik ben nu al moe. Ik ben hier ook gewoon helemaal niet voor gemaakt. Ik ben gewoon gemaakt om lui te zijn en heel de dag te zitten en niks te doen. Kim, ja. Zijn we er al? Nee. We zijn ongeveer op... hoeveelste zou we zijn? We zijn nog niet ver. En ik ben nu al helemaal dood, het is heel warm. Ja. We zijn er bijna. Nee. Nee, als het maar te feest. Ook dat niet. Ik zweet helemaal. Je ziet mijn hoofd ook helemaal op die. Ja, ja, zweten. Ik zweet echt overal waar ik kan zweten. En dat is dus gewoon overal. Ja, ja, dat is gewoon overal. Ja, wat is er misgegaan sinds de vorige vlog? Ja, nog niks. Want we hebben nog niks gedaan. We hebben alleen maar zeg maar 2 kilometer gelopen. We hebben de boot bereikt. Daar zie je water. Dit is water. Dit is nou water waar we zeg maar heel graag in willen springen eigenlijk. Hoe voelen we ons tot nu toe? Nu al gewoon moe, maar dat is meer omdat je dat stuk al vaker hebt gelopen. Dus ja. Dat is niet leuk. Mijn lens zit in de dag. En dan heb ik vastgezeten in een poortje. Nou ja, bijna dan. Draaien. Ja. Wow! Daar hebben we nu behoefte aan. Nou, ijs. Wat? Ijs. Wat hebben we gevonden? Kim legt even uit wat ijskoffie is. We hebben glutenvrij met en lactosevrij ijs gevonden. En dat heeft Nanook nu. En ik heb gewoon normaal ijs. Dus, ja. En dat hebben we dan in mijn koffie. En dat is ijskoffie. Ja. Kim heeft een kompas. Maar Kim, gedraag je. Hij doet het niet zo goed. Dit zal wel Breskes zijn. Ja, korte update. We zijn in de Jumbo geweest in Breskes. Zonder kaart of zo. We zijn gewoon naar de Jumbo gelopen. Ja, dat was best wel nice. En nu gaan we een tunnel door. En we zijn onderweg naar Goede. Waar we nog nooit, tenminste, ik nog nooit geweest ben. Nee, ik ook niet. Waarom zou je er ook komen? Maar nu beginnen we eigenlijk pas aan de echte wandeltocht. Dus ja. Ja, de ontdekkingstocht eigenlijk. Hè? Ja, maar dit is wel leuker omdat je nou geen idee hebt waar je bent. Ah! Beter is hier wel even het strand hierachter. Iets wat erop lijkt. Dat doe ik. Nee. Goed, we zijn dus weer terug bij de boot. Nou gaan we maar daarheen lopen. Update. We zijn iets van 1,5 kilometer van een camping of zo waar we in de buurt willen gaan zoeken. En het gaat op zich nog best wel soepel. We zijn best wel snel bij die camping gekomen. Ja. Het was 10 kilometer en ik dacht echt, oh my god. Want ja, we stonden ineens weer waar we begonnen waren. Nou, we zijn ongeveer in Goede. Hopen we. In de buurt van een camping. Dus we kunnen onze tent daar neerpleuren en is dat zeg maar als schuilplaats gebruikt bij onweer. We zijn net heel awkward over het naaktstrand gelopen, omdat we dachten ons water bij te kunnen vullen in een strandtent. Ja, en al die mensen keken zo van... Zou je niet eens even uitkleden? Maar dat hebben we niet gedaan, want dan moest je eerst onze rugzak afdoen. Dat zou het wel uitkomen. Dat is ook gewoon de reden. Ja, dat is de enige reden eigenlijk dat we het niet hebben gedaan. Want, ja, we hadden graag een verzoek ingewilligd natuurlijk. Maar ja, vandaag even niet, sorry. Update dag 1. En ook meteen de enige dag trouwens. Ja. We zijn gecrashed. We hebben gegeten. We zitten te koken, net niet op de camping. Maar we hebben wel een camping, dus mocht het heel hard gaan onweren, kunnen we daarheen vluchten. Ah, het is hier best wel chill. Ja. Kim geeft een concert. Wat zien we hier? Een mini naaktslak. Dus ja, dat ziet er heel onschuldig uit, maar het begint klein en... Ja, dan weet je nooit meer waar je eindigt. Nee. Normaal gesproken maken we een filmpje met wat is er vandaag fout gegaan. Maar er is niet zo heel veel fout gegaan, behalve dat we heel Breskes en heel het Roompotpark, wat groter is dan Breskes, doorgelopen zijn om weer op hetzelfde punt terug te komen. Maar voor de rest ging het allemaal best wel goed. Dus ja, we worden hier nog wel eens goed in de route zoeken.
truc is gewoon geen Google Maps gebruiken. Nee. Of gewoon een route zoeken waar je letterlijk alleen maar langs het strand hoeft te lopen. En dan kom je er wel. Dat is ook, dat helpt dat kan ook. Ja. Hij wordt ook gewoon steeds groter. Zo meteen zit hier echt een reuzenhaakslap, jongen. Dat wil je niet weten. Hij is helemaal volgevreten, jongen. Overcome. Dit komt ook in de vlog. Ik wil even een beetje inspiratie voor mijn nummer. Zing maar eens even over het naaktstrand. Super mooi is ons ondergang, jammer van die boot. Maar goed, een Duitser heeft alvast deze kuil voor ons gegraven, dus dat is al makkelijk. Dan kunnen we daar ons kampvuur in maken. En Kim is nog wat meer hout aan het verzamelen, wat best nog wel een lastige opdracht is op het strand. Gelukkig is er verder niemand en we hopen dat er ook geen politie komt als we een vuurtje maken. Ja, nou ja, anders maken we ook nog eens wat mee. Woe! Ik ben zojuist uitgegleden in de kuil. Ja, oké. En ik geloof dat Kim's zoektocht niet heel erg geslaagd is. Dus daar moeten we nog even wat op vinden. Want ja, dit is natuurlijk zo opgebrand. Dat is een beetje jammer. We zijn ook gewoon echt niet zo heel slim. Want we hadden zeg maar best zelf kunnen bedenken dat er gewoon op het strand niet echt erg veel hout te vinden is. Wat zien we hier? Kim is het vuur aan het maken en ik doe helemaal niks. Kim valt een beetje. Terwijl Kim de sfeer verzorgt, ben ik ook even in actie gekomen om toch het kampvuur te maken, weet je wel. Terwijl even het sigarettenlied zingen. Oh ja. Oké, ik ga even het commentaar erbij. We hebben een heel leuk liedje en het willen we graag zingen als we morgen iemand een sigaret zien roken. Met de ukulele erbij. Echt gewoon heel optreden zodra iemand een sigaret zien roken. Dit is het sigarettenlied. Je verwacht het niet. Pak er een en steek hem. Synchroon, maar ik maak er een soort van verhaal en sigaret van. Doe maar Radioactive, is niet echt een kampvuurlied, maar die kunnen wel heel hard blaren. We zijn wakker en voor de verandering zijn we een keer niet zeg maar dood gegaan van de kou, maar zijn we wakker geworden omdat we het warm hebben. Ja, dat is ook wel eens lekker. Ja. En het heeft niet geonweerd, dus dat is een beetje van, ja, op zich is het niet erg dat het niet geonweerd heeft, maar we hadden helemaal niet op de camping hoeven staan. Is je ook gewoon vet luxe camping met een privé wasbakjes en zo. Het is echt super groot. En ja, dan hebben wij helemaal klaar. Kijk, onze survival outfit. Dit is maar één trui. Ik heb er nog geen wat heel koud zou worden. Maar we hebben totaal niet koud gehad. Dus ja, dat is ook wel leuk. We zijn weer onderweg. On the road again. On the road again. Ze hebben net even een lichte fotoshoot gehouden. Ja, dat was nodig blijkbaar. Ja, dat was een meneer en die kwam even vragen van gaan jullie vandaag verder fietsen? Zij. Nee, lopen en dan kan je een praatje maken en een levensverhaal vertellen en zo. En toen gingen ze weg en toen kwam die langs fietsen en zei: zal ik nog even een foto maken? Dus toen werden we even op de foto's gezet.
Ja, kijk maar even om. Oh, echt. Ja, maar ons hoofd. Ja. Nee, maar van de achterkant, joh. Dat is veel beter. Het is hier wel, het is zo rustig hier. Bij ons is het echt gewoon al die strandtenten zitten vol. En ja, vet veel toeristen. Maar ja. Ik kom misschien ook omdat er bij een naaktstrand zitten. Dat mensen denken, oh nee, daar ga ik niet op. Maar goed, hier moet je gewoon aangekleed zijn. Dus ja. Nou, we zijn net dus bij een strandtent geweest. En er had een hele interessante zeep. Ja, interessant. Dat is een goed woord, ja. Oké, okay, Kim, omschrijf de zeep eens. Nou, het hing zeg maar. Het hing aan de muur. En het had niet per se die vorm van een penis. Maar, ja, jawel. Ja, niet helemaal. Niet helemaal. De ballen ontbraken. Maar het was zeg maar niet, misschien niet bedoeld, maar je moest hem zeg maar ook zo vastpakken om de zeep eraf te halen. Dus ja, je kon bijna niet anders dan ja, zo je hand zeg maar inzepen op die manier. En doe het even voor. Zo zeg maar. En dan zat je zeg maar met je handen zo aan de muur. En ja, het was gewoon een heel ongemakkelijke situatie. Gelukkig waren er niet meer mensen die dat moesten aanschouwen. Maar dan denk ik ook, okay. Ja, you're next. Dus moet je echt, zeg maar, moet het nou echt? Ik vraag me dan wel af, hoe ziet de zeep er dan uit in de mannenwc? Want misschien was het wel een dingetje, omdat het natuurlijk bij een naaktstrand is. Zo van, ja, dat is, ja, misschien is het wel een dingetje. Oh, wel eigenlijk even in de mannenwc moeten kijken. Ja. Zo, we zijn in beeld. We zijn in het wild. Achter een gebouw, maar dat maakt niet uit. We zijn in het wild. Oh, ik dacht, je zei we zijn in het wild. Nee, we zijn juist niet meer in het wild. Nee, we zijn in de bewoners. Ja, we kwamen net een onderbroek tegen. We zitten nu bij het station van de boot, zeg maar. En er lag een onderbroek op de trap. Ja, en dat deed ons denken aan een heel leuk verhaal wat we hebben meegemaakt. Ja. Namelijk, de vakantieduitser. Het is een term die wij vaker gebruiken. Het is ongeveer het raarste wat we hebben meegemaakt. Ik weet ook niet dat gaat over. Dat was in onze vorige vakantie ook bij iedere vlog de vraag. Is de vakantieduitser al overtroffen? En hij is voor mij nooit overtroffen. Nee, hij is nooit overtroffen. Nee. Dat en, was ook gewoon, ja. Maar goed, ja. Aan jou de eer. Vertel het verhaal. Nou, ik begin. De beschaving is ver te zoeken. Oh, en de douche ook. Gisteren kwamen we op de camping en toen zeiden ze, ja, de douche is gratis. Oh, ik heb helemaal zoals dit en bezweet en zo aan. Dus, het ergste is, we hebben geen eens gedoucht, want we waren zeg maar gepland voor wildkamperen. Dus ja, ga je niet doen. Ik had ook geen handdoek mee, dus ja. Oh, ik wel, maar dan nog, bedoel. Douche is voor ik heb ook niet bewust geen handdoek meegenomen, ik ben gewoon vergeten. Ja, precies. Maar ja, je gaat niet, nee. Dat was, maar het was echt zo van, ja, de douche kost niks. En dat zo, ja. Waarschijnlijk was het gewoon het standaard draadje, maar het kwam zo leuk. Ze ging het ook even uitleggen, gewoon op de knop drukken en dan gaat hij aan. Zo te zien, snappen jullie niet zo een douche werkt. Ze hebben waarschijnlijk nog nooit een douche gezien. Wat mij veroorzaakt een beetje overlast hier. Dat was het weer voor vandaag. Dat was het weer voor vandaag. Dat klinkt echt van, nou, zeg maar... Ja, nou, dit was het. Het is zonnig, een beetje sluierbewolking. Dat was het weer voor vandaag. We zitten in de trein voor luie mensen. Ja, want wij zijn luie mensen. Ja. We gaan naar Middelburg en dan moet ik alsnog bij Saltering en naar huis. Het was in ieder geval heel leuk. En ik ben eigenlijk niet zo blij om weer naar huis te gaan, want dat is nou eigenlijk het hele leuke aan backpacken. Dat je zeg maar, aan zo'n reis dat je de hele dag mee bezig bent. En dat je gewoon echt out of the wereld bent. En nergens aan hoeft te denken. En nergens stress over hoeft te hebben. En zo. Dat is gewoon het hele ding wat er zo fijn aan is. Dus. En hij is zo van, oh ja, en ik kom thuis. En ik moet nog dit regelen. En kut. Dus. We hebben niet zo heel veel rare dingen meegemaakt. Nee, het viel eigenlijk deze eigenlijk helemaal niks. Ik denk dat serieus de zeep de raarste was wat we hebben meegemaakt. Ja. Denk ik ook. Ja. En dat was het weer. Tot de volgende keer. Oh, wat slecht. Kijk, we moeten trouwens op een stel fietsen passen. Dus als het nou echt niet meer gaat, dan fiets ik naar huis en neem gewoon zo'n fiets mee. Hey, doei. We zijn thuis, of in ieder geval in de lift. De lift zegt overbelast. Ik herhaal, overbelast. Ja, dat snap ik op zich wel als je naar deze bagage kijkt. Beste lift, zo voel ik me ook. It will be fine.